De ZLM Tour is de enige Nederlandse meerdaagse wielerwedstrijd voor profrenners en wordt gezien als dé voorbereidingskoers op de Tour de France. In totaal gaat het om zo'n 180 deelnemers en 20 teams, zoals DSM, Jumbo, Visma, Alpecin en Phoenix. In 2022 worden 5 etappes gereden door de zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De start van de 186 kilometer lange etappe door Limburg vond plaats op vrijdag 10 juni en startte in Heithuizen. Maar hoe begint zoiets nou eigenlijk? Nou, ze vragen je, hè? Ze vragen je als host en zo is het tot stand gekomen. Dat gaat met meerdere gesprekken, willen jullie dat? Ja, dat leek ons wel wat. Als wielergemeente en een gemeente die sport op een hoog niveau heeft staan en heeft willen staan, dan is het heel mooi om hier aan mee te mogen werken. En hebben jullie er iets speciaals voor moeten doen qua organisatie? Ja, dit is een hele organisatie. De organisatie zelf doet heel veel werk. De gemeente doet heel veel werk. En er zijn heel veel vrijwilligers en die doen ontzettend veel werk. Ik ben vrijwilliger op 2 fronten. Ik mag de VIP's begeleiden hier. En daarnaast doe ik de dopingcontrole. Het is voor mij de eerste keer dat ik met de ZLM meerij. En op zich is het heel leuk. Een leuke belevenis. Ze hebben ons benaderd van de ZLM Tour omdat ze nog op zoek waren naar een plaats om te vertrekken. Ja, daar hebben we natuurlijk gelijk op ingesprongen. Dat het natuurlijk een uniek evenement is in deze tijd vlak voor de Tour. Dus we zijn heel blij dat het ons gelukt is. En jij fietst zelf ook natuurlijk. Hoe kijk je zelf tegen deze koers aan? Ja, dus voor mij is het natuurlijk fantastisch om hier te zijn. Ik geniet van de renners die ik hier achter ons zie. Van de bekende Nederlanders, Erik Breukink, Michael Bogert, maar ook van de fietsen en alles. Dus voor mij is het ook een prachtige dag. Wij zijn op zoek elke dag een aantal maanden van tevoren, een maand of 10 van tevoren begint dat, naar gemeenten die ons willen ontvangen voor een start of een finish. En in dat proces zaten we op een gegeven moment in Zuid-Limburg met de gemeente. Die heeft zich teruggetrokken. En toen heb ik de wethouder hier in Leuden als Stan Bakkes gebeld. En die was eigenlijk meteen heel enthousiast om ons eigenlijk redelijk last minute voor ons nog in het schema te schuiven. Heb ik het over een half jaar geleden hoor. Maar in de voorbereiding is dat best wel korte termijn. En we zijn ontzettend blij dat we hier vandaag in Heithuizen te gast mogen zijn met ons hele rondreizende circus. Voor ons vandaag de derde dag. In totaal 5 dagen tot en met zondag. We rijden vandaag in zuidelijke richting het Limburgse Heuvelland in. Maar we komen weer een beetje terug naar het noorden, want we finishen in Buchten vanmiddag. Ze stellen hier straks voor de startboog stellen ze op. En dan rijden ze met een mooi lusje rijden ze het dorp uit. En daar rijden een auto en een motor rijden daar gewoon krap voor. Dus eigenlijk kunnen de renners nog niks anders dan gewoon met een gangetje van 30 per uur achter die wagens blijven rijden. En dan als we uit de bebouwde kom zijn, bij Baaksem de bebouwde kom uit, dan vlagt onze koersdirecteur Jean-Paul van Poppel vanuit de auto vlagt de koers weg. Dan rijden die voertuigen vooruit en dan kunnen de renners vrij hun gang gaan. Jij bent fysiotherapeut bij Team DSM. Hoe belastend is dat voor die renners, zo'n tour? Ja, ik denk dat zo'n tour van 5 dagen, natuurlijk is het belastend, 5 dagen racen. Alles draait eigenlijk om herstel. Dus daar proberen we bij de ploeg ook veel aan te doen. Belangrijk is dat ze natuurlijk genoeg voeding binnenkrijgen. Dat draagt ook bij aan het herstel. Maar ook het uitfietsen soms. Dan komen ze daarna in het hotel. Dan krijgen ze in ieder geval iedere keer na dat ze een etappe hebben gehad ook een massage. Ja, en dan is er een fysiotherapeut in deze koers aanwezig. Dus mochten er dan klachten zijn, dan kunnen we samen met het team en de sportarts en de coach overleggen van moeten we daar ook behandeltechnisch wat aan doen. Ja, en ons streven is in ieder geval met de soigneurs, fysiotherapeuten en ook het hele kader eromheen. Om te zorgen dat in ieder geval elke renner weer de volgende ochtend zo fit mogelijk aan de race verschijnt. Maar voor u als burgemeester is het natuurlijk wel ook heel mooi, en zeker voor de hele gemeente, om zo'n koers naar hier te krijgen. Ja, zeker, want je zet je gemeente op de kaart. We zijn een mooie fietsgemeente, maar zij die dat niet weten, weten dat vanaf vandaag. Dus dat laat je wel zien. U gaat eigenlijk mee in de volgauto. Ja. Bent u zelf een beetje wielerfan? Ja, nou ja, ik mocht natuurlijk altijd naar het Amstel Gold. En ik heb ook nog een partner die dat dagelijks bijna doet. Dus het wielrennen wordt me wel meegegeven. En hoe vind je het verder dat de gemeente Leuden al burgemeester staat langs je? Hoe vind je dat deze gemeente de organisatie heeft volbracht? Dat is hartstikke leuk natuurlijk om
om veel mensen te ontmoeten, dat de organisatie voor elkaar heeft gekregen om mooie start- en finishlocaties voor elkaar te krijgen. Dat is toch altijd een hele zoektocht, maar ieder jaar krijgen ze het toch weer voor elkaar. En dat is alleen maar mooi dat er in Nederland nog gemeentes zijn die het wielrennen een warm hart toedragen. Ja, pief, pap, poep, jawel, we zijn er aan begonnen, ik heb hem gehoord. Dat kan zijn geweest door de vrouw, de vreemdste van de Vredenleudel, de Vrouwenslandstede. Hij komt hier prima in Heindhuizen. Dank u wel voor de mee? U rijdt de hele koers mee? Ik rijd de hele koers mee. Of ik laat me de hele koers meerijden. Ik ga genieten. Heel veel plezier en ja, ga ervoor, zou ik zeggen. Dankjewel. Succes, hè.